PL-parlementariër Michaela Huur heeft gisteren tijdens de begrotingsbehandeling voorgesteld om bepaalde kosten die zijn opgebracht op de begroting van het kabinet van de president te verschuiven naar het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport. Voordat Huur inging op de begrotingen van de vakministeries, stond zij stil bij het overlijden van de langzittende traditionele gezagsdrager van het dorp Pokigrong, Basha Simon Yeru. Hij is op 3 mei heen gegaan. Yeru heeft 75 jaren gediend als Basha onder 5 grammans en 3 jaar als kapitein. Ze deed een beroep op de regering deze wijze leermeester op een waardige wijze ten grave te leggen. Hierna ging ze in op de begroting van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport. Volgens haar is het duidelijk dat de reiskosten die op de begroting zijn opgenomen niet realistisch zijn. Voor 6.12.08 en 6.12.09 zijn bedragen opgenomen van 40 miljoen, 50.000 SRD, 64.000. Het is sowieso niet voldoende. Vooral nu met de rampen in het binnenland zal de frequentie van dienstreizen van RO-functionarissen hoger zijn. Regering, verruiming van deze posten is een must. Voorzitter, de binnenlandse reizen en verblijfkosten van het kabinet van de president zijn geraamd op 2.133.500. Ik vraag me dan af waarom enkele directoraten van het ministerie van RO maar 50.000 SRD krijgen voor reis en verblijf naar het binnenland. Als programma armoedebestrijding van het kabinet van de president is er 150 miljoen geraamd. Ik stel voor dat een deel van deze middelen verschoven worden naar de begroting van RO. Huur kreeg bijval van haar collega Genevieve Jordan van de ABOP, die aangaf dat er meer middelen vrijgemaakt moeten worden voor de begroting van regionale ontwikkeling en sport. Voorzitter, wegens gebrek aan middelen kunnen de commissariaten al niet veel doen. Ik denk aan de verstopte rioleringen die moeten worden aangepakt. De vuilophaaldienst moet adequaat worden geordend. Het onderhouden van de bermen en aanpak van infrastructuur in de districten. Voorzitter, bij de begroting van ROS onder code 4106, districtsbestuur Marowijnen Noordoost, is het geraamde bedrag van SRD 1.192.000 teruggebracht naar SRD 463.000. Idem de raming van districtsbestuur Marowijnen Zuidwest. Code 4107. Voorzitter, wat is de reden dat het begrote bedrag terug is gebracht? Voorzitter, ik pleit in ieder geval ervoor dat er juist meer geld op de begroting wordt opgenomen voor de districtsbestuur. Tot zover Genevieve Jordan gisteren bij de voortzetting van de begrotingsbehandeling voor het dienstjaar 2022.